Zaterdagavond komt tijdens het nieuwe evenement Roy dat kunt goed uit. Na twee seizoenen nagelbijten, de nieuwe prins van de Pilaar zich eindelijk aan zijn onderdanen tonen. Den tot zien uit die ganten, jongens. Pas de keizer! Na 2,5 jaar eindelijk uit de ijskast. Opgelucht? Ja, heel erg opgelucht. Wij stonden te springen, maar eigenlijk al 2,5 jaar lang. Mij met een beetje tussenpozen. Dat we even wat rustiger aan moesten doen, want anders maakt het ook helemaal gek. Maar dat we hier nou staan, dat is fantastisch. Dat is echt dat gevoel, dat is niet te beschrijven. Ja, het was een gigantische onlading net. Ja, biestig mooi. Het was echt Henneville van hier tot Tokio. En dit jaar mogen we het gaan doen. Ja, wat verwachten jullie van dit seizoen? Sowieso gekkigheid, want mensen zien er klaar voor. Maar ik hoop dat wij dat grijden op buiten dadelijk nog meer kunnen opnijden. En dat we er iets moois van gemaakt zijn. Prins Daan, je treedt in de voetsporen van je vader. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is, ik zei het, ja... Ik heb dus ook 2,5 jaar het geheim gehouden voor pap. En dat hij ook voor mij gedaan. Nou heb ik hem dus lekker terug kunnen pakken. Ik heb net gezien, dat is fantastisch. Dat is geweldig dat je dat kunt doen. Ja, we gaan er lekker een fantastische vastelovend van maken. Ik heb er zoveel zin in, ik kan echt niet wachten. Ja, en dat is ook nog unicum, hè? Eerste wethouder die prins wordt, toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Ja, ik weet het wel. Ja, dat is een baan. Dat is een drukke baan. Maar ik heb alle vrije tijd die ik nog heb, die zal dit jaar opgaan, of de komende maand opgaan, aan de vastelovend. En met het verschijnen van de nieuwe prins treedt één van de langsheersende hoogheden af. Jeroen, het sprookje van meer dan 1001 nachten is voorbij. Ja, er is een eind aan gekomen. En dat is vandaag gebeurd. Ja, ben je er maar opgelucht? Ja, wat niet opgelucht. Dat is een heel dubbel gevoel. Je hebt uiteindelijk, door de omstandigheden die we natuurlijk allemaal weten, drie jaar lang prins van de Pielhaas geweest. En natuurlijk is het meer dan mooi geweest en is het heel veel tijd voor een nee die dadelijk gaat uitkomen. Maar in die tussentijd hebben we natuurlijk ook wel een hele bijzondere band opgebouwd met de Roord van Elf. Ja, en daar hebben we vandaag ook afscheid van genomen. Dus dat is een beetje een dubbel gevoel. Hey, en de opvolger die staat nu achter de coulissen. Heel spannend voor hem. Ben je opgelucht dat er een nieuwe komt? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik zou je niet eens in zien een hunschoenen hebben willen staan. Ik bedoel, die hebben zich tot twee keer toe moeten oplaaien en toen ging het weer niet door. Ja, en uiteindelijk is er vandaag toch een dag aangebroken dat zij het gaan overnemen. Dus hoe vet is dat? Ik voel het weer als een dag van gisteren. 3 jaar prins van Roy. Waar kijk je met het meeste voldoening op terug? Ja, ik denk dat niet in één ding te omschrijven is. Ik denk dat we heel veel mooie momenten hebben meegemaakt. Hele mooie kleine momenten, wat soms ook verdrietige momenten. Maar uiteindelijk is het vooruitkomen voor ons eigen kinderen, toen die te horen kregen dat wij het trio van Roy zou zien. Ja, dat is denk ik wel een van de meest memorabele momenten geweest van de afgelopen 3 jaar. Niet alleen het nieuwe trio verscheen, maar voor het eerst kwam ook het bruidspaar, dit jaar gevormd door Iris Rijvers en Mikan Huppers, op dezelfde avond uit. Een hele nieuwe opzet van de avond. Is dat, waarom is dat gebeurd? Waarom zo? Er zijn veel evenementen tegenwoordig. Mensen maken keuzes. En om ervoor te zorgen dat mensen niet altijd hoeven te kiezen en toch naar een evenement gaan, hebben we ervoor gekozen om er één evenement van te maken samen met de boerenbruiloft. Wanneer is het evenement voor jullie geslagen, de nieuwe opzet? Als de mensen hier vanavond tevreden naar huis gaan en blij zien dat het een geweldige avond was met geweldige uitkomens, dan zien wij tevreden. En dan is het geslaagd voor ons. Willen jullie nog één keer afsluiten met de leus? Zeker. Al gonde dagos, mij te vlug. Vastelovend, kunnen we!